De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak van mevrouw Schele Gertsen en de stichting Clara Wichman tegen de staat. Ik zal het vonnis niet voorlezen. Op hoofdlijnen en zoveel mogelijk in spreektaal zal ik vertellen wat er in het vonnis staat. Alleen de geschreven tekst is bindend. Partijen krijgen het vonnis op schrift na afloop van deze zitting en het vonnis wordt dan ook op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Een persbericht en de mondelinge toelichting ligt voor de pers in de zittingszaal ter informatie klaar. Deze zaak gaat over de vraag of de staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover afstandsmoeders. En daarmee worden bedoeld moeders die in de periode 1956 tot 1984 tegen hun wil gescheiden zijn en afstand gedaan hebben van hun kind. Mevrouw Schele-Gertsen, u bent in 1968 bevallen van een zoon in de Paula Stichting in Oosterbeek, een Rooms-Katholieke instelling voor de opvang van ongehuwd zwangere vrouwen. U heeft uw zoon destijds afgestaan en u heeft dat nooit gewild. Uw zoon heeft lange tijd in de Paula Stichting verbleven, is in een pleeggezin opgenomen en later geadopteerd. U heeft hem pas weer in 2018 ontmoet en sindsdien contact met hem. U heeft deze zaak samen met Clara Wichman tegen de staat aangespannen. En Clara Wichman is een collectieve belangenorganisatie. De organisatie komt in dit geval op voor de belangen van een bepaalde groep afstandsmoeders. Het gaat om die groep afstandsmoeders die eenzijdig of onjuist zijn geïnformeerd over hun rechten en over de praktische mogelijkheden om hun kind zelf op te voeden. De aanleiding voor deze procedure is intriest. Naar schatting hebben tussen de 13.000 en de 14.000 vrouwen tussen 1956 en 1984 één of meerdere kinderen afgestaan ter adoptie. Ongehuwd zwangere vrouwen werden destijds gestigmatiseerd als gevallen vrouwen omdat ze buiten het huwelijk om seksuele gemeenschap hadden gehad. De maatschappelijke opvattingen zijn sindsdien sterk veranderd. En het is met de blik van nu moeilijk te bevatten hoe destijds werd gedacht over het doen van afstand van een kind. Ter zitting hebben u, mevrouw Schele-Gertsen, en ook de andere aanwezige vrouwen indringend verteld dat je als ongehuwd zwangere vrouw werd weggezet als iemand die onvolwaardig was. Dat je buitengesloten werd en je je problemen maar zelf moest zien op te lossen. Bij u en de andere vrouwen spelen gevoelens van schuld en schaamte. U heeft benadrukt dat de constante factor is dat u niet gelooft, niet gehoord en niet geïnformeerd werd. En u heeft ook beschreven dat u geen enkele keuze had en dat u en anderen nog steeds worstelen met de gebeurtenissen van toen. En dit raakt ook op volgende generaties. Mevrouw Schele-Gertsen en andere afstandsmoeders, u is diep verdriet aangedaan. En de rechtbank die heeft dat gelezen. We hebben dat gezien, tijdens de zitting vooral, en we hebben dat gehoord. En u bent deze procedure bij de rechter begonnen omdat u erkenning wil voor dit leed. En die erkenning is bijzonder belangrijk voor u. En tot nu toe heeft u die erkenning niet gevonden bij de staat of anders in de samenleving. En dit brengt mij dan op de toets die wij als rechtbank moeten maken. Die toets is juridisch en in die zin beperkt. De juridische toets van de rechtbank biedt geen of in ieder geval weinig ruimte om in volle omvang aandacht te besteden aan de emotionele aspecten en de blijvende gevolgen van het afstand doen voor u als betrokken vrouwen. De rechtbank moet beoordelen
of de staat juridisch verwijtbaar, namelijk onrechtmatig, ten opzichte van de betrokken afstandsmoeders heeft gehandeld. Allereerst de verwijten. Eiseressen verwijten de staat, namelijk de Raad voor de Kinderbescherming, dat hij actief eraan heeft bijgedragen heeft dat moeders tegen hun wil afstand deden van hun kind. En dat de staat in ieder geval niets heeft gedaan om die afstand te voorkomen en dat hij daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Eiseressen stellen dat de Raad voor de Kinderbescherming de spin in het web was in het traject dat leidde tot de afstand die een moeder deed van haar kind en de adoptie van dat kind door adoptiefouders. De moeders zeggen dat ze door toedoen of nalaten van de raad eenzijdig, onvolledig of onjuist geïnformeerd zijn over hun rechten en de praktische mogelijkheden om hun kind op te voeden. Volgens eiseressen heeft de staat hiermee structureel en ook bij Schele Gertsen gehandeld in strijd met nationale wettelijke en internationale verdragsrechtelijke verplichtingen en het ongeschreven recht. De staat is het hiermee niet eens en heeft verweer gevoerd. Vooraf geldt dat Clara Wichman als collectieve belangenorganisatie haar vordering aan de rechtbank mag voorleggen. Clara Wichman is, anders dan de staat heeft betoogd, ontvankelijk in haar vordering. En bij Clara Wichman gaat het er dan om of de staat in het algemeen, los van individuele gevallen, onrechtmatig heeft gehandeld. Dan komt de rechtbank op de verjaring. De verjaring is een belangrijk geschilpunt tussen partijen. De staat voert aan dat de vorderingen van eiseressen verjaard zijn en dat ze om die reden moeten worden afgewezen. Partijen zijn het erover eens dat de toepasselijke verjaringstermijnen inmiddels jaren geleden zijn verstreken. Namelijk voor Clara Wichman uiterlijk in 2004 en voor Schele Gertsen uiterlijk in 1994. Volgens eiseressen moet er echter een uitzondering op die verjaringstermijnen worden gemaakt. En ter zitting heeft de rechtbank al gezegd dat ze wat betreft de verjaring een kille beoordeling moet maken. De rechtbank is van oordeel dat er goede gronden zijn voor de conclusie dat het beroep van de staat op verjaring slaagt. Een van de redenen daarvoor is dat in dit geval niet of moeilijk gesproken kan worden van zogenoemde verborgen schade. En verborgen schade is schade die een partij niet kon kennen voor het verstrijken van de lange verjaringstermijn. De omstandigheden van de vrouwen die afstand hebben gedaan van hun kind, die verschillen. Maar de rechtbank is van oordeel dat in ieder geval voor de vrouwen die op het moment waarop zij afstand van hun kind deden meerderjarig waren en wilsbekwaam, dat voor hen kan worden aangenomen dat zij hun schade konden kennen voor het verstrijken van de lange verjaringstermijn en dat er dus geen sprake is van verborgen schade. En dit geldt ook voor mevrouw Schele Gertsen. En daarom hadden de betrokken vrouwen hun vorderingen in beginsel kunnen instellen voordat de toepasselijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Toch wijst de rechtbank de vorderingen van eiseressen niet af op grond van de verjaring. En dat komt, en daarmee is de uitkomst van deze zaak direct duidelijk, omdat er andere redenen zijn om de vorderingen af te wijzen, ook als zij niet zijn verjaard. Daarover het volgende. De rechtbank beoordeelt inhoudelijk of de staat onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van de achterban van Clara Wichman en Schele Gertsen. En zij komt tot de slotsom, kort gezegd, dat niet is komen vast te staan dat de Raad voor de Kinderbescherming destijds structureel of in het geval van Schele Gertsen fouten heeft gemaakt die juridisch verwijtbaar zijn. En voor deze mondelinge toelichting legden wij enkele elementen uit onze beoordeling.
De rechtbank stelt voorop dat sinds de periode waarin de achterban van Clara Wichman en Schele Gertsen afstand hebben gedaan van hun kind, de maatschappelijke opvattingen over afstand en adoptie sterk zijn veranderd. En dat geldt ook voor de rol en betekenis van particuliere instanties daarbij, zoals de Paula Stichting, waar Schele Gertsen is bevallen. De manier waarop de Raad voor de Kinderbescherming in de periode 1956-1984 invulling gaf aan zijn taken en bevoegdheden ten opzichte van afstandmoeders hangt samen met de maatschappelijke opvattingen destijds over de ongehuwde moeder en verwante onderwerpen zoals afstand en adoptie. De tijdgeest van nu is wezenlijk anders dan die van toen. En de rechtbank die moet op basis van de toen maatschappelijke opvattingen toetsen of de Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig heeft gehandeld. Wat betreft de vordering van Clara Wichman, de collectieve actie, baseert de rechtbank haar oordeel in belangrijke mate op het verkennende WODC-rapport beklemd in de scharnieren van de tijd uit 2017. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat sprake is geweest van formele dwang bij afstand ter adoptie. Wel is er zeker sprake geweest van een situatie waarin de betrokken afstandsmoeders destijds informele dwang hebben ervaren. Huisartsen, maatschappelijk werkers, ouders en andere betrokken konden een dusdanige druk uitoefenen dat de betrokken afstandsmoeders niet in staat was om werkelijk in vrijheid een eigen afweging te maken. Volgens het rapport heeft de normatieve maatschappelijke of godsdienstige druk die afstandsmoeders ervaren hebben, hun een reële keuzevrijheid ontnomen. In andere woorden, de druk die de betrokken moeders hebben ervaren, waardoor zij zich gedwongen hebben gevoeld om hun kind af te staan, was het gevolg van het samenspel van maatschappelijke, sociale en religieuze verhoudingen in die periode. Mede in dit licht kan niet worden gezegd dat juist de Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig ten opzichte van de moeders heeft gehandeld. Dat geldt te meer nu het niet de taak was van de Raad voor de Kinderbescherming om de moeders te adviseren over de praktische en juridische mogelijkheden om hun kind zelf op te voeden. De moeders kampten vaak met problemen omdat zij geen eigen huis en inkomen hadden. Voor die problemen was de Raad voor de Kinderbescherming er niet. De hulp aan moeder en kind was destijds in de eerste plaats belegd bij particuliere instellingen zoals de Paula Stichting. En ook maatschappelijk werk ter ondersteuning van de moeder vond plaats vanuit particulier initiatief. De Raad voor de Kinderbescherming had hierbij geen rechtstreekse betrokkenheid. Hij had ook geen toezichthoudende taak op die particuliere instellingen in de zin die eiseressen voor ogen hadden. En dit alles maakt dat niet is komen vast te staan dat de Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig ten opzichte van de achterban van Clara Wichman heeft gehandeld. Ook in het concrete geval van Schele Gertsen is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig heeft gehandeld. Partijen hebben verschillende standpunten over de feitelijke gang van zaken destijds. Schele Gertsen heeft haar herinneringen en ervaringen. En die heeft zij mede ondersteund met verschillende onderzoeken over de algemene gang van zaken rondom afstand destijds en met verklaringen van haar dochter en zus. De staat die heeft voor de feiten verwezen naar het dossier van de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem. De rechtbank heeft geen enkele aanleiding, en zij benadrukt dat, om aan de herinneringen en ervaringen van Schele Gertsen te twijfelen. Voor zover de herinneringen van Schele Gertsen over de feiten
enerzijds. En de inhoud van het dossier van de raad anderzijds. Uiteenlopen kan de rechtbank nu, ruim 50 jaar later, niet met voldoende zekerheid vaststellen wie van partijen gelijk heeft. In deze gerechtelijke procedure, waarin Schelen-Gertsen juridische consequenties verbindt aan haar stelling dat de raad bewust onjuistheden over haar in de rapportages heeft opgenomen en onvolledig en suggestief heeft gerapporteerd, komt dat oordeel voor risico van Schelen-Gertsen. En met name hierom wijst de rechtbank de vorderingen van Schelen-Gertsen af. Afsluitend merkt de rechtbank nog het volgende op. Het WODC-rapport is een verkennend rapport. Er is een aanmeldpunt afstand en adoptie opgericht met het oog op de verrichte vervolgonderzoek. Rondom dit aanmeldpunt zijn problemen ontstaan en die problemen zijn, gezien de ervaringen van u mevrouw Schelen-Gertsen en andere afstandsmoeders, bijzonder pijnlijk. En extra pijnlijk is dat die problemen volgens de commissie die deze heeft onderzocht op onderdelen parallellen vertonen met uw verleden en dat deze daarmee triggers zijn voor herbeleving van traumatische en negatieve ervaringen. De rechtbank sluit niet uit dat ook haar beslissing, afwijzing van de vorderingen, leidt tot verdriet bovenop het verdriet dat u al is aangedaan. En als u zich met deze uitspraak opnieuw in de kou gezet voelt, dan is dat een betreurenswaardig, maar tegelijkertijd onontkoombaar gevolg van de juridische beoordeling die de rechtbank moet maken. Mevrouw Schelen-Gertsen, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Het is niet uw schuld dat het zo gelopen is. Zoals in het WODC-rapport beschreven is, de stem van afstandsmoeders is tot nu toe niet gehoord. En het is van belang dat die stem een plek krijgt in ons maatschappelijk bewustzijn. En dit onderstreept te meer het belang van voortzetting van vervolgonderzoek en gesprekken buiten de rechter om, zoals de staat heeft gezegd, dat zal gebeuren, ongeacht de uitkomst van deze procedure. De conclusie. De conclusie van de rechtbank is dus dat niet is komen vast te staan dat de Raad voor de Kinderbescherming bij de afstand en adoptie van kinderen in de periode 1956 tot 1984 structureel en in het individuele geval van Schelen-Gertsen juridisch verwijtbare fouten heeft gemaakt. De beslissing is dat de vorderingen van Schelen-Gertsen en Clara Wichman worden afgewezen. Dit was onze uitspraak.